Dat zeg ik nu één keer en ik zeg dat niet nog eens. En degene die zich daar niet kan houden, die is zijn micro kwijt. En als ze dat de volgende keer nog eens doen, dan is ze een micro gedurende 10 minuten kwijt. En als ze dat dan nog eens een keer doen, dan heb ik er nog een speciale voor. Dan vlieg je in de wachtkamer en dan zal ik wel zien wanneer hij er terug uitkomt. Ik vind het eigenlijk intrist, collega's. Jullie zeggen dikwijls dat we constructiever moeten zijn, dat we de vijandelijkheden moeten stoppen en dergelijke. Maar ik heb nu het gevoel dat wij hier allemaal bij zitten om secretaris een tipgeit te zijn. Maar als er nu eens echt een heel belangrijk punt op de agenda staat, wat nogmaals voor tientallen jaren het uitzicht van onze gemeente zou kunnen veranderen, zeggen jullie gewoon carrément nee. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Op pagina 4, onder punt 8, lees ik dat in het Belgische Staatsblad nog niet werd bekendgemaakt dat de gemeente waarin het onroerend goed gelegen is, beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister. En daarom dus mijn vraag, wat is in dit verband de stand van zaken? Want persoonlijk dacht ik dat dit reeds lang in orde was. Wat ontbreekt er nog of wat liep er verkeerd? En dan een tweede zaak. Op pagina 5 lees ik onder punt H dat het eigendom, en in vet gedrukt, gelegen is in een nieuwe verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning afgegeven werd. Maar op de volgende pagina lees ik in de derde paragraaf de verkoper verklaart dat het eigendom, en dan weer vet gedrukt, niet is gelegen in een verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning afgegeven werd. Dus daarom mijn vraag, hoe zit dat nu juist? Wat is er fout en wat is er juist? Ja, ik dacht zeker dat wij al wel een plannen- en vergunningenregister hadden. Ik zou dat moeten navragen of dat hier zo geformuleerd is, of daar intussen iets aan gewijzigd zou zijn. Maar mij stond het ook voor dat dat wel zo was. Ik zal dat zeker laten nagaan en wat daar de verklaring van is, want dat kan maar één van twee zijn natuurlijk. Ofwel gelegen in de verkaveling, ofwel niet. Ik dacht dat het stuk ondertussen aan de Heideweg daar inderdaad wel verkabeld is. En dan zou dus of zou jullie toch niet beter zeggen, we zetten het nu helemaal in orde en we komen er volgende maand mee terug. Dan kunnen we even goed zeggen dat we de bepaling aanpassen dat het er een vergunningenregister is en dat het in een verkaveling is gelegen. En als het niet zou juist zijn, dan moeten we het hernemen, want dan komt het eigenlijk op hetzelfde neer. En mochten we vaststellen dat het toch verkeerd is, dan komt het terug. Een try and error. Nee, ik ben hier verrast door die tegenstrijdigheid die erin staat. Konden ze nogthans allemaal lezen, hè? Dat stond erin, de Jos voorzien, en nu niet. Hè? Ik stel voor dat de vertegenwoordiger, en dan spreek ik dus voor al de komende punten tot en met 20, met uitzondering van punt 15 en 16. Ik stel dus voor dat de vertegenwoordiger telkens die dat mandaat vraagt, ook eventjes toelicht waarom dat hij dat mandaat vraagt en dat hij ook toelicht wat is er belangrijk om te melden aan onze gemeenteraadsleden, zodat iedereen, alle 27 die hier zitten, weten aan wie en voor wat ze nu juist een mandaat geven. Dus ik verwacht een kleine introductie van iedereen. Ik had dat vorige keer ook aangekondigd, dus dat is ook geen verrassing. En waar nodig zal ik dan de nodige vragen stellen. Dank u. Maar ik ben dus niet bereid om hier toelichtingen gaan te geven over wat of hoe. Sorry. Dan gaat u helemaal in tegen het decreet dat heel duidelijk zegt dat dit net besproken dient te worden. Dus als jij nu een beetje daar inlichtingen wilt vragen, vraag ze maar van mij zullen ze die krijgen. Dus wie er dan ook voor de rest u een uitleg wil geven, dat kan mij worst wezen, maar van mij krijg je geen uitleg. Dat gaat daar altijd over. Maar u vraagt, eruit, vriend. Voorzitter, ik pik je gaat eruit en je gaat me reclameren daar waar je altijd gaat reclameren. Dat kan mij niet schelen, je gaat eruit. Eerlijk gezegd niet kunnen dat iemand die inhoudelijke vragen wilt stellen zo de mond gesnoerd wordt, dat is echt de taak van een raadslid om dat te doen. Ik wil u oproepen om Wouter voortaan wel het woord te geven als het over inhoudelijke vragen gaat. Dit zijn wezenlijke dingen.
Maar als er een raadslid een vraag heeft en die wordt zo de mond gesnoerd, dan gaan wij niet mee akkoord. Dit is ongezien. Dus wij gaan die punten niet meer mee goedkeuren op deze manier, als er geen vragen worden of gesteld mogen worden en of de antwoorden er niet op komen. Dus ik zeg het nog een keer, vraag aan mij daar geen uitleg over, want ik geef hem niet. Als iemand anders het wil doen, mij niet gelaten, alstublieft. Daar gaat het om. Waarom stelt er een kandidaat voor dat soort van raden? Nu wordt er gewoon, mag er geen enkele vraag niet meer gesteld worden, of wordt er zelfs op voorhand gezegd, we gaan er niet op antwoorden, zelfs niet met een wekker van 5 minuten. He, dus wij betreuren dat heel sterk. En zoals Roos zei, doen wij niet mee daaraan. Echt niet. Nu hebben we al 28 antwoorden en we zijn maar 27 raadsleden, voorzitter. Er is iets heel raar aan het gebeuren. Volgens mij heeft er iemand 2 keer gestemd. Ja, ik heb bij wijze van test een 2e keer gestemd. En je kunt 2 keer stemmen. Dus ik denk dat het wel niet veilig is om zo te stemmen. De stemming is gewoon ongeldig, we gaan ermee stoppen en we vragen aan iedereen om gewoon een e-mail te sturen naar Christophe Janssens en gewoon te melden op wie dat je gestemd hebt. Door de rol van de oppositie te fnuiken en de vleugels van de oppositiepartijen te kortwieken, bedenk u iedere keer... Zouden wij, mochten wij in de oppositie zijn, dit aanvaarden? Ik ben 100% er zeker van dat jullie deze aanpassingen aan het huishoudelijk reglement nooit zouden aanvaarden en moord en brand zouden slepen. Om wel tot een oplossing te komen, stellen we echter voor dat u vandaag de vandaag voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement intrekt. Dat u eerst zorgt voor indienen van correcte en degelijk voorbereide dossiers, om daarna de toestand terug te evalueren. Ik heb die vraag goed begrepen en het is wel degelijk zo dat we ermee verder gaan. Hè? Want zolang u het huidige reglement niet uitvoert, waarom zitten we hier dan nu weer al een eindeloze discussie over te voeren? Op deze manier is het niet meer of niet minder dan een vodje papier. Deze gang van zaken is een democratisch stelsel dat de gemeenteraad hoort te zijn onwaardig. Dat jullie precies een huishoudelijk reglement, dat een goed verloop van de gemeenteraad en een correcte behandeling van de agendapunten moet garanderen, vanuit een meerderheid 14-13 willen goedkeuren, is absoluut laakbaar. Dat N-VA Zoersel, Groen Zoersel en Open VLD Zoersel die reflex niet hebben, is ronduit hallucinant. U hebt hier en nu de kans om op te komen voor de rechten van de oppositie. We delen uw frustratie en bekommernis om die ellenlange gemeenteraden. Maar de voorgestelde remedie is erger dan de kwaal. Enkel een degelijke voorbereiding van de agendapunten door de 14 raadsleden van de meerderheid, waaronder de burgemeester en de schepenen, zullen zorgen voor een normale gemeenteraad. En ik stel voor dat wij dit punt verschuiven naar de maand juni. Van mondmaskers, maar het voorschrift was duidelijk 30 graden. Dan laten uitschijnen dat we handleidingen zouden zijn vergeten mee te nemen en dergelijke. Uw eigen administratie spreekt u per e-mail tegen. Wij vragen dan ook om hier met een goed plan te komen, maar niet alleen met een goed plan, maar ook met een kwaliteitsvolle uitvoering. Voor de gezondheid van onze bevolking, die recht heeft om te weten dat die maskers van goede kwaliteit zijn en van wie het vertrouwen nu toch wel geschaad is door een instructie die blijkbaar anders is dan wat er wel zou mogen. Wat moeten ze nu geloven? Het gaat nogthans toch wel om mensen hun gezondheid. En kunnen jullie ons alsjeblieft de kwaliteitsgarantie laten zien? Zelfs als die kwaliteitsgarantie er vorig weekend is gekomen, dan moeten wij vanuit onze fractie toch nog zeggen dat we daar nog altijd ons niet goed bij voelen. Dus ik denk dat wij toch wel met onze conforme maskers op nummer 1 staan. Nog de community, nog de artisanale maskers zijn onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie of laboratoria.
En het ontwerp, de fabrikage en de productie, kwaliteitscontrole blijven de verantwoordelijkheid van de fabrikant of van de opdrachtgever. Zoals je kan zien, jullie kunnen dat niet zien, maar je hebt het wel gevraagd, Katrien, en ik zal dat ook aan andere gemeenteraadsleden bezorgen. Dat is het certificaat van de fabrikant, die wij eigenlijk in het weekend na de 14e, dus voor de 17e, hebben toegekregen op mijn vraag. Onze leverancier heeft echter wel aangegeven dat de mondmaskers gemaakt werden met een materiaal dat voldoet aan GB 18.401 norm van 2010, waarbij GB verwijst naar de Chinese standaard. Ik heb gemaild naar u, of naar de administratie, dat ik een verklaring heb gekregen. Nu, ik stel u voor dat u die verklaring en dat GB-nummer nu, op dit moment, eens leest. De collega-fractieleiders van de oppositie hebben die verklaring van mij net gekregen. En ik stel voor dat u dat GB-nummer, waar dat dus een conformiteit moet uitblijken, dat u dat nu leest op die verklaring. U zal daar het nummer zien staan, GB 1840. Dat bestaat niet. U hebt er net zelf gezegd, GB 18401. Die verklaring is dus niets waard. Spijtig. Dat is de basis.